gasten en Gamo's hier. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag een keer iets anders. Want ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit kon. Maar je kan gewoon zien van elke game mode hoe hoog je winrate is. Dat staat gewoon op internet. En dat vind ik echt geniaal. Ik wist het eerst helemaal niet. Maar ik dacht, hey, dit moet ik echt delen met jullie. Want op zich ben ik best wel trots op mijn statistieken. Ze zijn best wel goed. Maar daar gaan we het zo meteen met jullie over hebben. Maar het seizoen is trouwens ook gereset. Dus ik heb vet veel sterpunten er weer bij gekregen. Op de achtergrond, zeg maar, zien jullie nu wel even hoeveel sterpunten ik erbij heb gekregen. Volgens mij uit mijn hoofd 4040. In ieder geval, ik heb het wel opgenomen, maar dat heb ik al net gedaan. Dus in ieder geval, dat hebben we er dus bij gekregen. Het was ook wel een lijp seizoen voor het seizoen. Meer dan 20.000 trofeeën. Ik heb niet extreem veel daarna meer gepoetst. Mijn record is nu 20.158. Ik had niet heel veel tijd in het weekend om nog voor die 21.000 te gaan. Dus dat is een klein nadeel, maar dan alsnog is het natuurlijk best wel lijp dat we gewoon de 20.000 hebben gehaald. Maar vergeet allemaal niet even dat duimpje omhoog te smashen op deze video. 5.000 likes zou super nice zijn. En voordat ik de statistieken aan jullie laat zien, abonneer even. We hebben bijna de 200.000 abonnees. Waarschijnlijk gaan we vandaag de 199.000 halen. En misschien morgen al de 200.000 abonnees. Dus smash het abonneerknopje. En dan kunnen we nu naar de statistieken. We beginnen met de game modes. Want voor elke game mode heb je zeg maar verschillende statistieken. Bij Gem Grab of Grab. In ieder geval in het Engels. Ik kan totaal geen Engels. Maar in ieder geval edelstenen graai heb ik een winrate van 21%. Dus op zich vind ik dat best wel nice. En dan als je verder kijkt naar rechts heb je showdown, dan heb je duo en solo showdown. Voor solo showdown heb ik dus 1281 victories. Kunnen we even kijken of dat klopt. En dat klopt inderdaad. En met duo klopt het ook. In ieder geval heb ik een solo winrate van 21%. Dus ik win ongeveer 1 van de 5 solo potjes. Dat vind ik eigenlijk best wel pro. Want je speelt altijd met 10 mensen. Dus dan zou je eigenlijk denken dat de kans 1 op 10 moet zijn. Maar mijn is gewoon 2 keer zo groot. Namelijk 1 op 5. Dus 21% ben ik best wel trots op. Daarnaast heb ik met duo ook een winrate van 40%. Dat houdt in dus dat ik bijna de helft. Nou, niet bijna, maar wel in de buurt. In ieder geval, ik win gewoon ook vet veel duo potjes. Dus dat is ook wel echt netjes. Brawl Ball win ik 53%. Oh nee, 63%. Dus dat is ook best wel hoog. Maar Bounty, daar was ik echt heel surprised over. 83% van de Bounty potjes win ik gewoon. Ja, op dit moment is hij niet beschikbaar. Maar dat is echt ziek. 83%, dat is gewoon bijna alles. Heist, dat is ook wel een goede game mode. Daarin win ik 71%. Dat is zeg maar overval die ik nu heb geselecteerd. Daarnaast heb ik Siege. Of zo, dat is natuurlijk een andere game mode. Dat is met die robot die dat voorschijn komt. Daar heb ik een winrate van 78%. Hot Zone, dat is de nieuwe game mode. Die heb ik bijna niet gespeeld. Maar daar heb ik ook een winrate van 50% op. Dus dat is gewoon normaal. 50% is normaal. Maar ik heb Hot Zone eigenlijk bijna niet gespeeld. Ik vind het een leuke game mode, maar niet zo leuk als knokbal of overval of zo. Dus eigenlijk speel ik hem niet zo heel veel. Maar dat zijn een beetje mijn statistieken voor alle game modes. Daar was ik best wel surprised over hoe goed ze waren. Dus dat was wel nice. Maar je hebt verder ook nog statistieken over hoeveel uur je en zo hebt gespeeld. Dat komt nu even in beeld. Ik heb in totaal 277 uur Brawl Stars gespeeld. Wat? Dat is vrij ernstig, jongen. Dat is niet normaal veel. Oké, echt, daarmee kan je gewoon 35... In die tijd had ik 35 boeken kunnen lezen of zo. En dan had ik 1141 keer naar de wc kunnen gaan. Dat staat er ook gewoon bij. Ik vind het wel grappig. Maar recent winrate 61%, dus dat is op zich al nice. En mijn trofeeën per potje wat ik er gemiddeld bij krijg is 5,13. Dus dat vind ik vrij speel, vrij veel. Account rating een E. Volgens mij is A ongeveer het hoogste wat je kan halen. Dus op zich best wel nice toch mijn statistieken. Dat waren in ieder geval mijn statistieken. Maar wat je ook op die site kan vinden zijn alle statistieken zeg maar voor alle knokkers. En daar gaan we het nu even over hebben. Want je hebt zeg maar in solo showdown heb je een winrate. Hoe groot de kans is dat je met welke knokker gaat winnen. Op dit moment is meneer P is de beste knokker. Meneer P heeft een winrate van 27% in solo showdown. Dat is insane hoog. Dat is echt niet normaal. Daarna komt Rosa op plek 2 met 20%. Wat natuurlijk ook nog vet veel is. Maar dat zijn wel echt zieke statistieken voor meneer P. Dus ik denk dat hij binnenkort nog wel minder goed wordt gemaakt. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de slechtste knokkers. En de slechtste knokkers om in solo showdown te spelen zijn Piper en Tick. Die hebben allebei een winrate van 8%. Dat is dus heel weinig. Maar Piper heeft dan nog net iets... Oh nee, Tick heeft volgens mij nog net iets slechter. Want je ziet daar bovenaan... Tick die heeft de gemiddelde potje, zeg maar, op welke plek die komt, is 5,8. Op die plek komt hij gemiddeld. Dus dat is ook niet heel best. Piper zit daar dan nog net iets boven. Maar in ieder geval zijn die ongeveer wel gelijkwaardig aan elkaar. Maar we gaan even kijken
of dat nu ook bij mij zo klopt. Dus we gaan spelen met de beste klokker en met de slechtste klokker. We gaan eerst een potje spelen met meneer P. Gaan we even kijken of ik die kan winnen. En daarna gaan we een potje spelen. Misschien ook nog met Rosa. Misschien dat ik ze ook met z'n alle vier ga spelen. Maar dan gaan we even zien. We gaan in ieder geval even kijken of het voor nu ook echt daadwerkelijk klopt. Dat ik met meneer P veel beter speel dan Piper en Tick. Maar ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat kan bijna niet anders. Ik zag dat daar trouwens Shelly in de bosjes zat. Misschien denkt hij, oh, misschien heeft hij me niet door. Dus we gaan eventjes net doen of ik hem niet zie. En dan zometeen kom ik tevoorschijn. Dan gaan we hier nu heen. En dan in één keer, boom, boom, boom. Ja, daar was hij inderdaad. Ik had je wel door. En dan kan ik hem nu nog killen ook nog. Nice. Dat was zo dom. Hoe zou ik hem niet hebben kunnen zien? Dat sloeg echt helemaal nergens op. Die 8-bit moet ik wel even voor uitkijken. Want die kan best wel gevaarlijk zijn. Ik heb nu al mijn special. Dus dat is helemaal chill. Die zetten we daar even neer. Oh, die bow. Dat, oh, die 8-bit heeft second life. Lol, dat is fucked up voor die bow. Nou, die heeft in ieder geval wel nu krachtpunten erbij. Dus dat is wel chill. Maar meneer P vind ik inderdaad zo'n chille knokker. Ik vind het echt bizar hoe goed die is gemaakt. Ik ga hier trouwens wel even uitkijken voor die bow. Want ik wil even wat levens erbij hebben. Ja, en die heb ik nu erbij. Dus dat is chill. Even wat hits op die 8-bit. Die kunnen we misschien nu wel killen. Dat zal wel chill zijn. Ja, die kunnen we ook killen. Even hier mijn special voor die Daryl. Help! Oh nee, shit, oké. Nou, het eerste potje niet helemaal geslaagd. Dat kwam voor die Daryl. Dat is wel een beetje top. We zijn 60 geworden. En dat moet natuurlijk niet, want de weerheid was 27%. Dat is best wel hoog. Oké, we proberen het nog één keertje. Ik wil eigenlijk wel eventjes zorgen dat ik dit... Wel even één victoriaal. Maar hierna doen we wel een potje met Rosa. Dat is dus de tweede beste knokker. En daarna, we doen gewoon even alle knokkers. Daarna doe ik nog even Piper en Tick. En dan gaan we gewoon eventjes alles vergelijken. Maar dan doe ik nu nog één potje met meneer P. En hopelijk gaat deze dan iets beter. Nou, daar is een Frank. Die kunnen we denk ik nu wel killen. Dat moet haast wel. Even kijken. Ja, nice. Dat zijn weer gewoon 5 krachtpunten. Kijk, potje nummer 2 gaat al beter. Zit die Brock daar nog achter? Ja, die zit er wel achter. Die speelt wel met vuur. Want als ik hem even binnen reach heb... Dan kan ik hem zo killen. Dat is het nadeel, want dan probeert hij weg te rennen. En dan moet je sowieso niet doen met meneer P. Want dan ben je echt sowieso gefukt. Maar tot nu toe gaat het prima. We kunnen even kijken of we een paar hits kunnen doen op die Brock. Kijk, daarom moet je niet wegrennen van meneer P. Dat zag ik al aankomen. En die El Primo, die is nu ook wel een beetje gevaarlijk bezig. Want je moet niet wegrennen van meneer P. Ik had hem daar al bijna weer. Oei, oké. Nu moet ik even uitkijken voor die Leon. Maar we hebben nu 7 krachtpunten. Kijk, meneer P is te goed gewoon. En als ik dit potje win, dan heb ik toch nog even een winrate van 50%. Dus dat is op zich wel nice. Ik zal hier even mijn special neerzetten. Even uitkijken. Oh, die Leon. Hallo. Die probeerde net op dat moment naar me toe te komen. Maar 9 krachtpunten. Dit kan haast niet fout gaan. We kunnen hier trouwens even een paar hits doen. Die El Primo, die kunnen we nu wel killen. Yes. Niet wegrennen, jongen. Dat moet je niet doen. We kunnen hier trouwens mijn special even opnieuw weer neerzetten. Voor die Rosa. Dan hebben we die ook. 11 krachtpunten. Waar is de laatste knok? Oh, die zit daar zo in de bosjes. Oh, dat is een Shelly. Die kunnen we makkelijk hebben. Ja, dat kan niet anders. Hoppatee. En dat was een easy victory. Ja, het klopt inderdaad. Meneer P is gewoon veel te goed. 2 potjes gespeeld, 1 victory gehaald. Dus dat is wel echt heel nice. Dan doen we nu even een potje met Rosa. Dan gaan we even kijken hoe dat gaat. Maar vanaf nu doe ik gewoon met elke knokker 1 potje. Want anders is het eigenlijk niet helemaal een eerlijke vergelijking. Maar Rosa, waar heb ik die staan? Die heb ik hier staan. Dat is ook zo'n chille knokker met die sterrenkrachten. Ik doe deze. Dat ze zeg maar in de struikjes zich herstelt. Zeg maar, dat je automatisch levens erbij krijgt. Maar let's go. Hopelijk... Klopt het nu ook en gaan we gewoon victory halen. We zijn ondertussen volop bezig met Rosa. Er zijn nog 4 knokkers over. Er is een boel die best wel wat krachtpunten heeft. Dus dat is wel gevaarlijk. Oh nee, die is er helemaal niet meer. We kunnen nu trouwens niet deze killen. Dus dat is chill. Dan zijn we nu nog met z'n drieën. Oh, dit gaat wel gevaarlijk worden. Hier trouwens even uitkijken. Eventjes hierheen. Joejoe. En dat is wel het chillen van in de bas zitten. Ik krijg gewoon automatisch weer levens erbij. Maar er is dus een Spike en een Leon. Ik ga eventjes weg hier. Oh, dit is echt zwaar frustrerend. Laat mij eventjes met rust. Ga het eerst even samen uitwerken. En dan kom ik tevoorschijn. Dat zou iets chillend zijn als ze dat gaan doen. Maar ik denk niet dat ze zo lief zijn dat ze dat gaan doen. Maar ik heb bijna mijn special. Dus als er dan iemand naar me toe komt, dan kan ik ze misschien wel killen. Oh, die Spike. Ah, man, dit is zwaar frustrerend. Wat gaan we doen? Ik ga eventjes hier weg weer. Ik ga eventjes hierheen. En die Spike heeft trouwens ook zijn special. Maar ik denk dat hij daar nog eventjes mee gaat wachten. Aangezien die dat denk ik gaat gebruiken als er 2 versus 2 zijn. Of als ik naar hem toe kom, dan zet hij die ook sowieso in. Oké, dit is echt zwaar irritant. Ik ga proberen die Leon zo te pushen. Oh, die gaat nu daarheen. Want als die Leon hier komt, dan kan ik hem sowieso hebben.
En dan heb ik natuurlijk mijn special. Oké, we gaan even kijken. Ja. Nu. Oh, nee. Shit, oké. Dan ben zijn derde geworden uiteindelijk. Dit was zo lastig, jongen. Want die kon niet echt. Die Spike, ja, die zou zijn special inzetten. Dus daar kon ik niet naar hem toe. En die Leon, ja, die was gewoon hartstikke sterk. Dus dat is dan wel een beetje balen. We zijn derde geworden, maar dat is natuurlijk alsnog gewoon prima. Maar dan gaan we nu even spelen met de slechte knokkers. En dat zijn dus Piper en Tick. Tick had ik ook wel verwacht. Goed, solo showdown is dat gewoon geen geschikte knokker. Piper had ik eigenlijk iets hoger verwacht. Piper is lastig, maar had ik wel net iets beter verwacht dan wat hij nu is. Maar we gaan het gewoon kijken. Eerst even een potje met Tick. En dan hoop ik dat ik niet laatste word. Maar het zou wel geniaal zijn als we gewoon een victory weten te halen met Tick. Maar dat lukt mij ook bijna nooit. Dat is echt een wonder als mij dat lukt. Dus, maar we gaan erachter komen. Moet die trouwens wel even uitkijken. Er zit nu een Bibi achter mij. Oh, die kan ik misschien nog hebben ook nog. Ja, die liep zo mijn bom voor mij in. Dan hebben we nu gewoon 6 krachtpunten. Lol, en we zijn nog met 4 over. Zit ik, dat is wel chillen trouwens van Tick. Ik kan zo even checken of hier iemand in de bos zit. Nou, er zit dus niemand. Er komt nu trouwens wel een Craw aan. Die wel op zich wel wat krachtpunten heeft. Dus die is wel redelijk gevaarlijk. We kunnen even kijken of we die een beetje kunnen pushen. Want dat is wel een van mijn grootste concurrenten. Die Nita kan ik namelijk denk ik wel hebben. Of die kunnen we misschien nu ook uitschakelen. Of hier, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje lastig. Maar hier, nu kan ik een mooie hit doen. Ja, nice. Nog even een paar hits. Dat zou chill zijn. Ja, nog een hit. Ik heb nu mijn special, dus dat is echt ideaal. Nou, maar die bewaar ik wel. Ik bewaar mijn special wel. Voor als die dichtbij komt, dan heb ik in ieder geval iets om te verdedigen. Oh, shit. Oké, dan kom ik goed weg. Maar hier zat ook nog iemand, volgens mij. In ieder geval, ja, dat zag ik net. Daar zitten Mortis. Oké, dan zijn we dus met die knokkers nog. Die Mortis, wat gaat die doen? Ja, die moet eigenlijk ook dood zijn, want die is ook wel gevaarlijk. Oké, die Craw heeft gewonnen. Als die Mortis nou even eerst gekild wordt, dan kunnen we dit gewoon misschien winnen met de slechtste knokken. Dat zou geniaal zijn als dat gaat lukken. Kom op, Craw, eerst even naar die Mortis. Hoezo niet? Waarom ga je eerst naar mij, jongen? Waarom? Je had die Mortis zo makkelijk kunnen killen. Nou, uiteindelijk heb ik dit overleefd. Kost me wel mijn special, maar dat had zo niet gehoeven, Craw. Allemaal jouw schuld dat we nu dit misschien niet gaan winnen. We hadden dit gewoon kunnen winnen als ik Craw gewoon even 1 hit had gedaan op die Mortis. Wat is dit frustrerend. Oké, okay, nou ja, is nu niet anders. We zijn derde geworden. Alsnog natuurlijk niet slecht, maar... Oh, ik baal er wel van. Maar we gaan nu nog even een potje doen met Piper. Kijken of we dan met Piper kunnen winnen. Gaat sowieso mega lastig worden in deze map. Is totaal niet geschikt voor Piper. Ik doe wel deze. Dat zijn extra in de bosjes zitten. Dus dan doen we die sterke kracht. We zien wel. We gaan het wel zien wat hiervan gaat komen. Oké, ik heb ondertussen wel 3 krachtpunten verzameld. En die M's, dat was wel een makkelijke kill. Ik zat in een bulbasje. Dus ik ben al geboekt. En hij kwam gewoon op me aflopen. Nou ja, dat is dan wel weer lekker. Die Tara, die speelt nu ook met vuur. Ja, die speelt ook met vuur. Dat is wel zo chill, jongen. Af en toe ben je ook gefukt als Piper. Dan kan je echt geen kant op. Maar dit is wel echt heel relaxed. Ga even in een bosje staan. Kijken of ik hier misschien iemand kan hitten. Nou, dat zit volgens mij niemand. Oh, er zit wel iemand. Lol. Dat had ik niet helemaal door. Oh, ik moet nu wel een beetje uitkijken. Nice. Ik heb nog bijna gekild ook nog. Maar net niet. Maar ik ga gewoon een beetje rustig aan doen. Ik wil ook niet te aanvallend spelen. Want dan ben je ook gefukt. We kunnen even kijken of we hier misschien die Bibi kunnen killen. Ja, dat gaat wel lukken. Oké, nu is in ieder geval die weer dood. Wat gaan we nu doen? Hier kunnen we die niet even een paar keer hitten. Ja, die Bull misschien nu. Dat zou geniaal zijn. Die heeft gewoon 7 krachtpunten. Oké, nee, dat gaat nu niet lukken. Maar ik kan hier in de bosjes wachten. En als hij tevoorschijn komt, doen we even een hit. Ja, nice dan. Check dan hoeveel damage ik daar deed. Dat was echt niet normaal veel. Oké, nu is hij gefukt. Ja, nu is hij gefukt. Even uitkijken. Het is nu solo showdown springen. Oh, ja, kom op. Ja, wat zei je? We hebben gewoon de victory met Piper. Slechtste knokker. Het lukt me gewoon. Oh, dit is echt geniaal. Dit had ik niet verwacht om eerlijk te zijn. Maar ja, zo heb je natuurlijk vet van knokkers die goed slecht zijn. Nu heb ik even met de beste en de slechtste knokkers gespeeld. Maar als jullie denken, hey, je moet een keer met andere knokkers spelen die misschien goed zijn of slecht. Laat me weten in de comments. En als jullie andere statistieken willen weten, laat het ook maar weten in de comments. Maar dan was dit in ieder geval voor deze video. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet meer zal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En te abonneren natuurlijk op naar die 200.000 abonnees. Maar dan heb ik tenslotte nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!